kijkers van Harm Frodo en welkom bij deze gloednieuwe vakantievlog. Het is vandaag weekend en voor mij is het nog maar aan begin december, maar dit komt online 3 dagen voor kerst, dus op die vrijdag. Dus we hebben nu het kijkt, hebben we al vakantie. Dus ik ga vandaag jullie meenemen naar een hotel waar ik een nachtje ga overnachten. Vrij netjes hotel, dus daarom moet ik wel een colbertje aan. Maar ik denk toch maar dat ik er wel een douche onderaan doe. Ik ben nu aangekomen in een beetje een enorme witte wereld. En ik heb net ook een sneeuwpop gemaakt, alleen hij is een beetje omgevallen. Dus dat is wel jammer. Maar je kan hier zo goed sneeuwballengevecht houden. En ik ga ook nog even... Daar is ook nog een camera. Een kabelbaantje. En daar ga ik ook nog even vanaf. Hallo kijkers van Harm en Frodo en welkom bij deze bij dit uitzicht. Ik wou zeggen gloednieuwe vlog, maar dit uitzicht. Ik sta hier bovenop een prachtige uitkijktoren hier in de middle of nowhere. En ik moet zeggen dat ik dit wel weer heel mooi vind. Het is een soort sfeerimpressie. Het is natuurlijk over 3 dagen kerst voor jullie, maar voor mij is het nu nog pas 10 december. En dus dit geeft wel een soort kerstsfeer dat dit in Nederland gewoon überhaupt mogelijk is. Maar ik moet mijn mobiel goed beschermen. Want net viel die al uit door de kou. En nu nog even een paar sfeerimpressiebeelden. We lopen nu snel door de sneeuw terug naar de auto en dan gaan we snel rijden naar het hotel. En het is hier natuurlijk wel heel mooi, in allemaal kerstbomen en zo. En dat is toch wel een beetje de sfeer nu ook. En ik ben benieuwd of het dus bij kerst ook net zo wit is als nu.